Wat vond je zelf het meest memorabele moment van jou op één tijd? Nou, dat is eigenlijk ook op een dag als vandaag waar die Peter R. de Vries-zaak eigenlijk weer was. Dat was heel bijzonder, omdat dat zou je gewoon in je leven niet vergeten. De redactie had eindelijk, en die redactie heeft goed werk gedaan. Ik bedoel, daar echt geen kwaad woord over. Die redactie had eindelijk een dagje uit naar het strand, ergens in die zomer. 6 juli is het denk ik geweest. Ja, en toen kwam het einde van de week, ik stapte net binnen. En toen kwam natuurlijk het bericht, Peter R. de Vries is neergeschoten. En ze waren er net, konden ze meteen weer terug racen. En toen hebben ze een uitzending gemaakt. Ik heb die gepresenteerd met Welmoed. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee wie er precies staat en wat er gezegd is. Maar er moet gewoon iets gezegd worden dan. En dat blijf je toch zo'n live. Uiteindelijk, televisie, ook alle live televisie wordt gemaakt door de momenten die nooit bedacht zijn van tevoren. Ja, dus dat vond ik ook een van de dingen. Die redactie het helemaal gaan zitten bedenken. Dan komt er dit, dan komt die gast dat niet doen. Weg met dat draaiboek. Laat maar lekker lopen. Dat denk ik. Ja. Vandaag werd trouwens wel bekend dat de moordenaars van Peter R. de Vries 28 jaar krijgen. Dus geen levenslang. Wat vinden jullie van die uitspraak? Nou, ja, ik vind het belachelijk. Ik vind het een keurige uitspraak, eerlijk gezegd. Ja. Oh, zo. Ik bedoel, het is toch, uiteindelijk wil je toch de meest mogelijke straf voor zoiets. Ja, leven rechter, met TBS. Rechter motiveert dat wel. Ontzettende maatschappelijke impact gehad. Niet te geloven. Je zit ook aan de rechtsstaat. Dus dan moet je daar toch. Maar 28 jaar is tegenwoordig ook 28 jaar. Je krijgt geen korting. Vroeger ging je na een derde alweer naar buiten. En of na twee derde. En dat is nu dus niet meer zo. Nee, ik denk dat dat wel gemotiveerd is. Kijk, het is heel makkelijk om altijd te zeggen, want je scoort altijd. We zeggen de hoogste straf, liefste doodstraf. Ja, maar hoor je altijd voor, zoiets als dit, Jort. Waarbij, bedoel. Met de impact die het heeft. Ja, de impact. Hoeveel jaar recht heb jij gestudeerd? Wiersma is hetzelfde. Ja, je moet ga mij nou niet op de inhoud zitten pakken. Nee, precies. Ik vond het nou net leuk worden. Heb je niet gestudeerd? Je komt er op één. De elite zit er van tafel. Heb je wel gestudeerd? Nee, maar ik vind wel. Je hebt ook een beetje respect voor een rechter die dat urenlang motiveert. Die zegt waarom hij dat doet. En niet omdat hij die gasten die hem hebben neergeschoten zulke coole gasten vindt. Dat zegt hij echt niet. Maar er zit ook een juridische onderbouw. Ik verdedig dat toch. Het is zo makkelijk om dan te zeggen, maar dat is onderbuik. En volgens mij is de familie er ook niet ontevreden mee. Heb ik dat goed begrepen? Nee, dat klopt. Dat is waar. Ze hadden zoiets van, ja, oké, we krijgen onze vader er toch niet mee terug. En hier kunnen we wel mee leven. Hoe gek dat dan ook is. Nou, wel van belang, toch? Jazeker. Maar toch, Wiersma heeft ook niet die dader heeft ook niet levenslang gekregen. Blijf ik toch ook raar vinden. Dat moet er een signaal van uitgaan. Volgens Van de Graaf nog iedere dag gewoon vrij rondlopen. Ja. Deze aardkloot vind ik onverkwikkelijk. Ja, die heeft een veel te kleine straf gehad. Dat is absoluut waar. Ja, maar dat is een andere tijd. De wet is daarna veranderd. Ja. En dat is iets anders. Als hij 28 jaar had gekregen, had hij nog gezegd. Maar iedere straf blijft. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Als jij iemand doodrijdt met 100 km snelheid waar je 50 mag rijden, terwijl je aantoonbaar zit te appen en je rijdt een heel gezin dood en je krijgt 2 jaar straf, dan denk ik, ik snap überhaupt de strafmaat niet meer. En dan is het in deze context natuurlijk Nederland helemaal straft niet licht. Nee, maar in dit meet is niet waar. Tot nu toe is dit een dat zou kunnen.